Kai, kijk eens wat er om je nek hangt. Ja, schitterend. Hij is binnen. Ik heb het nog niet eens bekeken. Ja, doe maar dan. Ja, ik heb het nu gedaan. Ja, schitterend. Echt fantastisch. Wat een wedstrijd. Wat een dag. En wat een ultieme beloning van een mooi jaar, zeg. Bizar dit. Ja, onbeschrijfelijk, echt. Het gevoel dat dan door je heen gaat als de scheidsrechter afleidt, dat is niet te beschrijven. Dat moet je echt voelen. En in zo'n wedstrijd waar je ook nog achterkomt, waar je het zo moeilijk hebt, waar je hoort dat Fortuna voor staat. En dan dat je zelf ook nog mag invallen en binnen 5-6 minuten al een bal weet te scoren en vervolgens de wedstrijd wint. Het is echt een mooi scenario, was niet te schetsen. Dit is volgens mij waar kleine Kai ooit wel eens van heeft gedroomd, volgens mij. Ja, nog steeds van droom. Ja, tuurlijk. De afgelopen dagen heb ik ook gedacht, wat als. En daar was dit ook wel een scenario van. En dat is fantastisch als het dan uitkomt. Ja, en dan rent iedereen dat veld op. De stadion speaker roept nogal niemand het veld op. Maar ja, je weet dat gaat gebeuren. Ja, tuurlijk. Mooi toch? Ja, is toch schitterend. Het hoort erbij met de fans. Die er nu bij zijn om ons, om ons te steunen, die het fantastisch hebben gedaan, die altijd achter ons staan. En nu toch misschien wel dat extra tikje gaven nadat we die 1-1 maakten. Ik heb nog nooit zo'n ontlading van de tribunes horen komen en dan was dat wel was schitterend. Dat is echt bizar. Je had het al over die ontlading, want ja, jullie maakten het wel even spannend. Je hoorde gewoon die knietjes trillen op de tribunes hoor. Op de bank ook, moet ik eerlijk toegeven. Het was super spannend en van mijn part moesten we al na 15 minuten lekker met 3-0 voorstaan. Dat er geen twijfel over mogelijk was. Want nu echt zo zenuwslopend, vooral op de bank omdat je er niks aan kan doen. En dat het dan toch goed komt, dat is zo lekker. Niks aan kan doen? Kai, jij komt erin en je doet er alles aan. Ja, ja dat moet ook toch? Dan moet je wat extra's brengen, dat verwacht iedereen van je en ook de trainer, daarom kom je erin. Ja, en als dat dan lukt, dan is dat het mooiste. En inmiddels begint iedereen al te verwachten dat het me lukt. Dat is wel een bepaalde druk die op je schouders komt, want ik kan het niet altijd doen. Maar dat het dan nu wel in deze zo'n belangrijke wedstrijd wel lukt, dat is fantastisch. En dan krijg je die schaal binnen, dan sta je op dat podium, dat publiek juicht en dan kom je hier binnen. Kan je ons even meenemen, wat gebeurt er allemaal in die kleedkamer? Ja, eerst kom ik hier binnen en word ik even uit de sleur getrokken van al die emoties die je buiten krijgt. Van al dat blijdschap en iedereen die met je op de foto wil. En vervolgens dan ben je heel eventjes tot je bent er nu bij of niet? Ja, wacht nou even. Ben je binnen in de realiteit? Je wordt geroepen door Eiting, hè? Ook, hè? Als 2 seconden. Als Eiting even hierheen komt met die schaal, dan mag je daarna mee. Hé, bezwijs de vragen. Klein momentje. Laat maar even zien. Hartstikke. Dit is schitterend. En dan, als je dan in die kleedkamer komt, dan is het een en al feest. Wordt iedereen nat. Gaat iedereen het bad in. Zing je, feestje. En dat gaat nog wel even door, denk ik.